Namens de familie Meisner heet ik u van harte welkom. Ook een hartelijk welkom aan Bas, die in de Verenigde Staten zijn wekker heeft gezet en met ons meekijkt. We zijn hier bij elkaar voor de begrafenis van Albert Meisner, vader, schoonvader, opa, overgrootvader, familielid, vriend, broeder uit de gemeente. En we houden een bijeenkomst van woord en gebed. En het kan zijn dat u of jij niet zo gewend bent om in een kerk te komen of te kijken en zo deel te nemen aan een dienst van woord en gebed. We hopen dat je je vrij voelt om mee te doen, maar het is ook prima als je er gewoon bent. Mijn naam is Arjan Wilschut. Ik ben predikant van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Bron in Berkelaan-Roderijs. Ik heb jaren in de gemeente van Houten mogen wonen en vanuit die hoedanigheid mocht ik nou betrokken zijn op jullie kinderen en op je ouders. En iedereen, familie en bekenden, wens ik vanaf deze plaats een gezegend samen zijn. We zingen als eerste waar we voor staan. Onze hulp is God de Schepper, die ook Albert gevormd heeft in de moederschoot. Daar vinden wij voor dit uur onze hulp. Psalm 121. U en jij bent meer dan welkom bij deze God, daarom is er een warme groet, want voor u en voor jou is er genade en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in verbinding met de Heilige Geest. Amen. Laten we bidden met elkaar. Heer, u weet waar we hiervoor bij elkaar zijn. U kent ons van voren en van achteren en van u is onze hulp. De bergen waar we misschien tegenop zien, het begraven van onze vader en opa, vriend, familielid en gemeentelid, die bergen zijn voor u niet te groot. U kunt ons daarbij helpen en mogen we die hulp ook ervaren in dit uur en als we naar de begraafplaats gaan. Wij spreken uit dat we dankbaar zijn voor het leven van Albert Meisner. Wij danken u voor zijn leven. Alle eer en dank is aan u. Heel zijn leven heeft hij voor u mogen leven. U was zijn vertrouwen. En nu mag hij verder leven bij u van gezicht tot gezicht. En hij gaat van alles door ons heen. Vreugde om wat we met hem mochten delen en meemaken. Verdriet om het feit dat hij er niet meer is. En herinneringen in allerlei soorten. Misschien dat we door deze begrafenis ook weer herinnerd worden aan ander verdriet. Om geliefden die we missen, dat wordt aangeraakt door dit begraven. Heer, we zijn gelukkig dat vader en opa, ons familielid, gemeentelid, onze vriend bij u thuis mag zijn. En dat hij u mag begroeten. En dat hij zich nu mag overgeven aan uw bevrijdende hulp. Zonder angst en schuldgevoelens.
En met alles wat we voelen en meemaken en denken, komen we bij u. U bent onze hulp. Wilt u die de hemel en de aarde en alles gemaakt heeft, er met uw kracht bij zijn? Steun ons in dit uur. Mogen we aangeraakt worden door woorden, door gebeden en liederen. Gewoon om hem te gedenken. Om zijn leven te vieren in deze dankdienst. Als we stilstaan bij zijn leven. En we bidden voor iedereen die een bijzondere taak heeft in deze dienst. Wilt u met uw zegenende aanwezigheid hier zijn. En ons kracht en moed geven voor die taak. Zegen ons zo en raak ons aan. Heer, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Er zullen nu eerst twee kleinkinderen gedachten aan opa wijden. En dan wordt er een in memoriam voorgelezen door Hans. En ik wil jullie uitnodigen dat achter elkaar te doen. En dan zingen we uit Psalm 84. Welzalig Heer die op u bouwt en zich geheel u toevertrouwt. Hallo allemaal. Oh, die staat hard. Ik ben Anne, de oudste kleindochter van opa Meisner. En dit is Else, ook een kleindochter van opa Meisner. De jongste. Ik zal beginnen met wat herinneringen delen aan opa. En daarna zal Else nog een kort gedicht voordragen. Ja, ik mag dus wat herinneringen aan opa met jullie delen. De laatste jaren voordat opa overleed waren wat anders dan de jaren daarvoor. Nadat opa en oma de Merelhagen hadden verlaten en oma was overleden, ging het met opa's geheugen snel achteruit. Hij vergat steeds meer en was op een gegeven moment ook de naam van ons kwijt. Voor ons was dat proces moeilijk, omdat we steeds meer van opa zagen verdwijnen. Toch bleef opa nog steeds opa. Hij was nog steeds de lieve man die hij al was. Sorry. En was meestal blij om ons te zien. Hij zag iets bekends in ons. Ik wil u graag meenemen in de mooie en fijne herinneringen aan opa. Opa Meisner was een lieve opa. Hij was niet iemand die veel op de voorgrond trad en veel aan het woord was, maar toch merkte je, als je er was, dat hij aandachtig luisterde naar wat je te vertellen had. Dat hij ervan genoot als wij er waren. Hij vond het bijvoorbeeld altijd leuk om te horen hoe het ging op school. Waar oma de prater was, was opa de doener. Hij heeft heel veel voor ons gedaan en gemaakt. Zo maakte hij, toen we klein waren, zelf een keukentje van hout voor ons. Ik kan me nog herinneren dat ik deze kreeg. Ik was een klein meisje en ik was er zo van onder de indruk. De knoppen van het fornuis konden zelfs echt draaien. Er is ontzettend veel met dat keukentje gespeeld. Heel veel gespeeld. Niet alleen door mij, maar ook door mijn zusje, door mijn broertje. En het is nog steeds niet kapot. Het is dus niet voor niks dat er in onze familie vaak het grapje werd gemaakt dat als opa iets had gemaakt, dat je er een olifant aan vast kon maken. Opa vond het leuk om mooie dingen te maken en te bekijken. Heel erg van sieraden en heeft zelfs mooie kunstwerken van hout gemaakt. Hij maakte een klok, stoven, kasten, tafels en nog veel meer. Daar staat iets van wat opa heeft gemaakt. Ik kan me nog goed herinneren dat hij dat deed op zolder. Op die zolder stond trouwens wel meer. Wij vonden toen we opa en oma gingen verhuizen nog elk stukje hout waar hij ooit iets mee wilde gaan doen. Alle scheerapparaten die hij ooit had gekocht en nog veel meer. Opa was zuinig op zijn spullen. En bewaarde dingen omdat hij ze ooit nog wel eens nodig zou kunnen hebben. Opa nam de tijd voor dingen. Hij was erg geduldig en zorgvuldig. Als hij bijvoorbeeld een kleurplaat inkleurde, kon hij hier uren over doen. Om te zorgen dat geen één potloodstreepje buiten de lijntjes was. Of als hij een Sinterklaas cadeautje ging uitpakken, deed hij dit zo voorzichtig dat je het papiertje makkelijk opnieuw had kunnen gebruiken. Opa hield erg van zoete dingen. Hij was erg met taart, gebak en chocola kon je hem erg gelukkig maken. We
gingen op vakantie altijd op zoek naar een reep chocola met nootjes erin. We maakten daar een echte sport van. Ook een boterham met jam ging er altijd in. Zo vierde ik een aantal jaar geleden mijn verjaardag. En in ons gezin was het traditie dat de jarige mocht kiezen wat hij of zij die avond wilde eten. Mijn keuze was heel origineel. Patat. Mijn moeder maakte een grapje en vroeg aan opa: heeft u liever patat of heeft u liever een boterham met jam? Eindstand, opa zat glunderend een broodje met jam te eten. Een boterham met jam was dus een grote favoriet bij opa. Maar hetgeen wat ons stip op één stond was, en ik denk dat iedereen die wel eens bij opa op bezoek is geweest dat wel weet, speculaas. Bij elke kop koffie hoorde een speculaasje. Was de redenatie van opa. En op één been kun je niet lopen, dus liefst twee. U begrijpt dat opa vaak een kopje koffie nam. Bij het koffiedrinken bieden wij u dan ook graag een speculaasje aan. Ik weet niet of we er voor iedereen twee hebben, maar het gaat om het idee. Opa had ervan genoten. In Gods open armen bent u thuisgekomen om te rusten, om te warmen. Uw leven is ten eind, geen tranen meer, geen strijd. Liefdevol bent u ontvangen in de lieflijke woning van de Heer, waar u geduldig zult wachten op Gods wederkeer. Dankjewel, Anne en Else, die mooie woorden. We hebben samen een in memoriam geschreven. Voor de microfoon, moet je wat doen? Zo. En ik zal het u voorlezen. Namens de familie heet ik iedereen van harte welkom. Familie en vrienden, iedereen hier in de kerk en iedereen die online meekijkt. Ook Bas en Michel en hun kinderen die vanuit Amerika meeleven en meekijken. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Bedankt voor jullie meeleven en steun. Het doet ons goed. Papa, opa is overleden. Wij hebben verdriet omdat hij er niet meer is. Want wij houden van hem. Hij laat een lege plek achter. Onze vader Cornelis Albertus Meisner werd op 3 maart 1931 in Opperdoes geboren. Opperdoes is een klein dorpje in West-Friesland, bekend van de Opperdoese aardappelen. Papa kwam uit een gezin met 3 kinderen en was het middelste kind. Een oudere broer Wilhelm en een jongere zus Willy, die hier vandaag ook is. Op 29 januari 1957 trouwde hij met Annette Drost. Ze zijn ruim 60 jaar getrouwd geweest en we hebben hun 60-jarig huwelijksfeest nog samen kunnen vieren. Mama overleed korte tijd daarna, op 15 maart 2017. Papa was vader van 4 kinderen en opa van 6 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Verschillende gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog hebben een enorm effect op onze vader gehad. Voor papa gold de uitspraak: een mens kan uit de oorlog gehaald worden, maar de oorlog is lastig uit een mens te halen. Als 9-jarige jongen moest hij zijn vader missen. Hij dacht dat zijn vader dood was. Maar uiteindelijk kwam hij na de oorlog toch weer thuis. Hij heeft veel meegemaakt. En er zou een dikboek over geschreven kunnen worden. Papa heeft veel hinder ondervonden van deze periode. Het heeft hem erg beïnvloed en hierdoor had hij moeite om mensen te vertrouwen. Zijn ervaringen en moeite hebben ook effect gehad op onze jeugd en ons leven. Op jonge leeftijd was papa al aan het werk op het land. Hij hielp bij het oogsten in Opperdoes en omgeving. Papa was de zoon van een timmerman en ging in Hoorn naar de ambachtsschool om opleiding tot timmerman te volgen.
houtbewerking heeft altijd zijn interesse gehouden. Nou, Anne, jij wees al op een paar dingen die opa hier gemaakt had. Hij maakte graag voorwerpen van hout. Bedden, bureaus, speelgoed, kandelaars, kerststerren, stoven, lampen, kasten en een Friese klok. Papa uitte zijn genegenheid door iets voor een ander te doen of te maken. Op 17-jarige leeftijd begon hij zijn ambtelijke loopbaan als bouwkundig tekenaar bij Rijkswaterstaat in Hoorn. Hiervoor heeft hij ook verschillende opleidingen gevolgd. Toen hij een standplaats in Zwolle kreeg, heeft hij mama leren kennen. Hij ging bij de gemeente Utrecht werken, op de kadastrale tekenkamer, en werd uiteindelijk chef van die tekenkamer. En na 40 dienstjaren, op zijn 57ste, ging hij met pensioen. Hij heeft dus 33 jaar van zijn pensioen kunnen genieten. Hij was er trots op dat hij een dure jongen was voor het pensioenfonds. Tot zijn grote verrassing is hij bij de start van zijn pensioen geridderd. Dit was ook vanwege zijn inzet voor het kerkelijk werk. Hij is nog een paar jaar als zelfstandige tekenaar bezig geweest. En hij heeft tot zijn 80ste gesurveilleerd bij verschillende examens van de Hogeschool in Utrecht. Gisteren zeiden we nog, hij ging er op de fiets naartoe. Papa heeft tijdens zijn lange leven veel gebruik gemaakt, moeten maken van medische zorg. Vanaf jonge leeftijd had hij een rugaandoening, waardoor hij geen timmerman kon blijven. Hij overleefde een geperforeerde blinde darmontsteking en blaaskanker. En hij overleefde een longontsteking en sepsis en hij heeft huidkanker gehad. Gedurende zijn hele leven had hij periodes van depressie, waarvoor hij helaas geen professionele hulp zocht. Aan het einde van zijn leven kreeg hij Alzheimer. Een proces dat heel langzaam ging, maar wat maakte dat hij, na nog 2 jaar alleen te hebben gewoond in het Haltnerhuis in Houten, uiteindelijk in 2019 werd opgenomen in de wijngaard. En we zijn de mensen van de afdeling Roodborst dankbaar voor de liefdevolle zorg die zij onze vader gegeven hebben. Als gevolg van de toenemende dementie moesten wij langzamerhand steeds meer missen van hoe papa vroeger was. Zijn geest werd minder scherp. Hij werd verward. En af en toe was er dan toch even een helder moment. Een moment van herinnering of een grapje. Vooral oude herinneringen werden voor hem levend. Hij was vaak in opgedoes. En vroeg regelmatig hoe het met opoe en anderen ging. Papa werd ook liever en milder. Hij kon soms ineens zijn liefde en genegenheid uiten. En soms zei hij dan, ik ben zo blij met jullie. Iets wat hij vroeger nooit zei. Papa kon makkelijker omgaan met zijn kleinkinderen. En misschien hebben we hier een paar mooie dia's van. Kan dat aan nu? Oh ja, daar ben je. Ja, kijk maar even naar die foto's. Heeft hij veel mooie momenten mee gehad met die kleinkinderen? En voor de kleine kinderen was hij denk ik een hele lieve en rustige opa. Bij de komst van elk kind was hij blij, heel blij. En hij hield veel van al zijn kleinkinderen.
Dat is de laatste was. Ja. Ik denk dat papa bekend stond als een lieve, rustige man. Hij was een trouwe, zorgzame en gelovige man. Hij was een man van weinig woorden. Hij sprak niet veel over zijn geloof, maar was wel jarenlang actief als diaken en ouderling. Papa vertrouwde op God, rotsvast, ook toen hij dement was. Hier zijn we dankbaar voor. Papa was altijd ontroerd bij het horen van Psalm 84. En tijdens ons allerlaatste bezoek, vorige week, hebben we nog samen naar deze psalm geluisterd. De psalm geeft weer hoe papa het geloof voelde. Zelfs een vogeltje vindt een plekje bij God. Zo voelde papa zich veilig bij God. En hij is nu thuis. Niels zal met ons psalm 91 lezen, de psalm waar we ook over na gaan denken. En dan zingen we ook uit die psalm, is hij beangst, ik hoor zijn stem, dus hoeft hij niet te vrezen. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.
Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt. Nog de pest die rondwaart in het donker. Nog de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er 1000 aan je linkerzijde en 10.000 aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. U bent mijn toevlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken. Geen plaag je tent ooit treffen. Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen. Je voet zul je niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn. Thank you.
Ik mag op verzoek van de familie met jullie nadenken over Psalm 91 en dat doe ik onder de titel Ik vertrouw op u. Misschien is het goed dat we daarna een moment stil zijn en dat we dan ons Amenlied zingen. Daarom geven wij ons leven uit handen, nu erop vertrouwen dat Hij ons op handen draagt. Beste Hanneke, Gerard, Roos, Hans en Henrike, Wim en Anke, kleinkinderen, verdere familie, vrienden, gemeenteleden. Mijn toevlucht, mijn vesting. En dan is hij zomaar in zijn slaap heen gegaan en rustig ingeslapen. En dan word je gebeld door de wijngaard. Hij is overleden. De laatste jaren had hij de ziekte van Alzheimer. Dat maakte hem wel milder en toegankelijker. Tegelijk kon hij zich ook niet alles meer herinneren. En werd hij wat kinderlijker. En behalve dat je je papa en opa verliest wat verdrietig is, kun je er ook in berusten. Hij is eenvoudig heen gegaan en wat mooi is dat. Een verdere aftakeling is hem bespaard gebleven. De laatste jaren hadden we een goede tijd met hem, zeiden jullie als kinderen. Het geremde was er wat vanaf. We konden samen praten en huilen. En nu mocht hij gaan. 90 jaar oud. Albert Meisner was een man van angsten, waardoor er altijd wat zwaarte en spanning om hem heen hing, die niet onder woorden werd gebracht. En dat heeft ook wel schade opgeleverd in het nageslacht. Tegelijk was hij een emotioneel mens, een milde en zachtmoedige man. Zo heb ik hem in ieder geval leren kennen. En zo staat hij ook bekend in de kerkelijke gemeente van Houten. Hij had alles voor je over, leefde op zijn manier zo intens met je mee, wilde alles voor je doen en wilde het graag goed houden onder elkaar. Toen Marleen en ik kinderen kregen, kwam papa Meisner een kaartje in de bus doen. Hij kwam niet langs, maar hij wilde wel even zijn medeleven tonen. En wij zeiden dan, hé, daar gaat papa Meisner. En hij was alweer weg, bescheiden als hij was. Hij was een introverte man en tegelijkertijd zo sensitief. Zijn taal was iets voor je doen en maken. Wat was hij een lieve opa. Hij ging met zijn kleinkinderen en voor hen van alles maken. Een poppenhuis, een gasfornuisje. Maken was zijn ding. Zelfs de foyer in het Verenigd Koninkrijk heeft hij een paar jaar geleden nog gemaakt. En nu denken wij na over een thema van zijn leven. Als je een schuilplaats zoekt, en wat zocht hij dat vaak? Zoek het bij de Allerhoogste. Deze psalm gaat over een stil geloofsvertrouwen dat de volgelingen van God en Jezus in het Oude en Nieuwe Testament met elkaar verbindt. Ik zeg tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting. Je zult je aan geen steen stoten. Er klinkt een tweede stem, want hij redt je en hij bevrijdt je. Bij God ben je veilig. Geen strik kan je vangen, geen pest kan je bereiken. De nacht hoeft je niet aan het schrikken te maken. De pijl van overdag treft je niet. Misschien is met die pijl wel de felle zon bedoeld, die overdag zo heftig schijnt in het Midden-Oosten. En verderop spreekt de psalm van, en dan kom ik bij de tekst van de kaart, over je zult je niet aan een steen stoten. Ik kan deze psalm nooit lezen zonder mij af te vragen, klopt dat nou wel? Is dat nu mijn leven? Geen pijl kan je treffen. Je zult je aan geen steen stoten. Doe normaal, natuurlijk wel. In ieder geval kun je zeggen dat de psalm de werkelijkheid recht doet. Er is een strik. Er is een pijl. Er is een steen. Daar kun je niet omheen. En als vanzelf gaan je gedachten naar Albert en zijn stenen.
Wat hij had meegemaakt in zijn jeugd, in zijn gezin en in de oorlog. Hij heeft mij er nog veel over verteld toen ik een aantal jaren pastoraal voor hem en zijn vrouw, jullie moeder en oma, mocht zorgen. En wat hebben we die pijn ook vaak in gebed bij God neergelegd. Hij was in zijn jeugd beschadigd geraakt door wat hij had meegemaakt. Was veel vertrouwen in mensen verloren, die stellen zo eenvoudig teleur. En dat verklaart ook wel al die angsten en spanningen die om hem heen hingen. Mensen stellen je zomaar teleur. En de psalm verhult het niet. Die stenen. Maar de psalm wil nu juist zeggen dat je in die nood en benauwdheid tot je God kunt roepen. Het is niet zo dat lijden je bespaard blijft als je maar in God gelooft. Maar we mogen ondanks dat vertrouwen dat je op handen wordt gedragen. Je zult je aan geen steen stoten. Hij beschermt wie met zijn naam vertrouwd zijn. Je moet je dus niet gaan cijferen met die geloofsuitspraken uit de psalm. Niet zeggen, is dat wel zo? Je mag gewoon zeggen, vol geloofsvertrouwen ga ik het leven aan. Want God is erbij. Die zal jou beschermen en onder zijn vleugels nemen. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Daar mag je schuilen. Zijn trouw is een veilig schild. Liggen de voorbeelden van wat de Heer gedaan heeft niet voor het grijpen? Gideon die met een klein legertje de vijand kon verslaan. Jonathan die de Filistijnse wachtpost vernietigde samen met zijn knecht. En wat te denken van de apostelen die op het gebed van de gemeente bevrijd worden uit de gevangenis en terug mogen naar de gemeente. Maar liggen de voorbeelden uit jouw eigen leven niet voor het grijpen? Kunnen velen van ons niet getuigen van Gods nabijheid? Van zijn bewarende hand in gevaren en zorgen? Met de psalm kun je de realiteit onder ogen zien. De strik, de pijl, de steen, ze zijn er. Maar God is er ook. En hij is er voor jou. En hij schakelt zijn engelen in om je te dragen. De psalm geeft geen aanleiding om te denken dat iedereen een persoonlijke beschermengel heeft. De psalm spreekt over engelen in meervoud die aan de gelovigen worden toevertrouwd. Zij zullen je dragen, maar dat is dan ook wel werkelijkheid. Voor Albert, voor papa en opa was dat vanzelfsprekend vertrouwen. Hij kon zich aan God helemaal toevertrouwen. Hij was het vertrouwen in mensen verloren. Maar God stelt nooit teleur. Daarom kon hij psalmen als 84 en 91 niet zingen zonder tranen. Sterker nog, hij kon het helemaal niet meezingen. Overman door emotie als hij was. Ik vind de berijmde psalm, wat dan gaat, zo veelzeggend. Is hij beangst? Ik hoor zijn stem, dus hoeft hij niet te vrezen. Dat heeft jullie vader en opa beleden. Terwijl hij er misschien wel niet helemaal bij kon. In ieder geval is het een levenslang gevecht geweest. Hij heeft nooit helemaal in die bevrijdende ruimte kunnen staan van die hulp. De angsten gingen nooit helemaal weg. Waardoor hij ook niet helemaal de ruimte heeft kunnen innemen die hij als persoon had kunnen innemen. En dat is dan wel weer verdrietig, want wat had je hem dat gegund? Ik denk dat hij zichzelf moed en vertrouwen insprak. Een soort weten wat in de ervaring binnenkomen. Met die woorden van Psalm 84, vers 6. Gelukkig ben je als je op u bouwt, Heer. En je geheel aan u vertrouwt. Je voelt toch zijn verlangen naar bevrijding. Hij beschermt wie met zijn naam vertrouwd zijn. God geeft overvloed van dagen. Een prachtige reflectie aan het einde van de psalm. Ik geef je overvloed van dagen. Ik zal je redding zijn, want ik ben maar een sterfelijk mens. Psalm 90, de psalm hiervoor, heeft het over 70 jaar of 80 als we sterk zijn. En zo ontving Albert 90 levensjaren. Een overvloed van dagen. En ik ben maar een mens. En God is God. Oneindig veel groter dan ik. Hij is tegelijk mijn vriend en de heilige en machtige God. Het blijft altijd een beetje spannend als hij erbij is. Ja. Maar in Christus heeft God die spanning op zich genomen. Jezus was het die om onze ziekte doorboord werd en ons lijden op zich nam. Om onze zonde werd hij doorboord.
Hij is de God die zich helemaal voor ons gegeven heeft. Hij is door God verlaten. Zodat ik nooit meer door God verlaten word. Daarom kan God je redding zijn. En daarom is er overvloed vandaag. En papa en opa was al 30 jaar geleden klaar om naar God te gaan. Dat is natuurlijk lastig. Want wie zijn wij dan voor je? Tegelijk proef je, dan ben ik bevrijd van die spanning en die angsten. Hij was daar rustig onder. Dan mag ik naar mijn Heer gaan en dan krijg je pas overvloed vandaag. Hij mocht de leeftijd van de zeer sterke bereiken. En nu mag hij tot in lengte vandaag leven bij zijn Heer en Redder. Eeuwig genieten van God. Zonder de beperkingen van Alzheimer. En zonder de spanningen. Die bevrijding die hij in dit leven misschien maar zo moeilijk kon ervaren. Daar mag hij nu van leven. Dat krijgt hij van zijn Heer. En wat wist hij dat hij Jezus Christus nodig had. Die kon hem bevrijden van schuld en angst. Ook voor mij is Christus aan het kruis gegaan. Ja, zo hoef je niet te vrezen voor de dood. Ja, wij geven ons verloren. Uit verlies wordt winst geboren. Want het loon in deze nood is de troost van Christus dood. Hij geeft je overvloed van dagen. Ik vertrouw op u. Vertrouwen. Dat is geloven dat degene die je vertrouwt zal doen wat je van hem of haar verwacht. In omstandigheden waar je niet tot vertrouwen wordt aangezet, maar misschien wel vraagtekens hebt of die ander te vertrouwen is. Vertrouwen op God die nabij is in de nood. Waarom moest hij dit meemaken in zijn jeugd? Waarom moest het zo gaan in zijn huwelijk en gezin? Waarom heeft die bevrijding in het leven nooit helemaal te pakken gekregen? Waarom dat levenslange gevecht om je te laten vallen en de controle te verliezen? Maar God houdt veel dingen voor ons verborgen, maar je krijgt hier de uitnodiging. Vandaag. Wil je mij vertrouwen, ook al krijg je niet alle antwoorden? Papa en opa was een man met een juk op zijn schouders. Natuurlijk was hij ook de man vol meeleven en humor. Zeker dat ook. Aanstekelijk kon hij anderen nadoen. Maar zijn onvermogen om over zijn ervaringen heen te stappen maakte ons ook wel verdrietig. Maar we mogen zien dat zijn leven voor God is geleefd. En nu laten we hem los. En vertrouwen we hem toe aan de hemelse God, op wie hij zo'n eenvoudig vertrouwen had. En mild en genadig laten we hem gaan. En wij mogen geloven en vertrouwen dat die God die hem beschermde, ons ook zal beschermen. Op zijn moment komt er echt redding. Hij wil ook mij overvloed vandaag geven. Zo legt God zijn vleugels van genade om je heen. En eens zal hij een nieuwe hemel bouwen. Van liefde, ook om jouw tranen heen. Ook voor wonden die door de dood geslagen worden en waar je nu tranen voor hebt. Ach, lieve mensen, wat ben je in Gods vertrouwen soms ver bij deze psalm vandaan. Maar dan mag je je er weer aan optrekken. De Heer is mijn plek om te schuilen, mijn rots op wie ik vertrouw. En ons gebed is, Heer, vul ons met uw genade. Zodat we ons verblijden al onze dagen. En dat verblijden willen we straks uitzingen met Maak muziek voor God de Vader. Glorie aan het Lam. En zo zingen we ons zometeen ook dat vertrouwen in. Daarom willen wij ons leven, als de Heer dat van ons vraagt, helemaal uit handen geven. Nu hij ons op handen draagt. In dat vertrouwen mocht jullie vader en opa leven, mag dat vertrouwen aanstekelijk zijn. Ik vertrouw op u. Amen.
Zullen we nog met elkaar danken en bidden? Heer onze God, in dit gebed komen we opnieuw voor uw gezicht. Omdat we u willen danken. Dat allereerst. Voor het leven van onze papa, opa en overgrootvader van Albert. Voor alle momenten dat we zijn warmte en zorg mochten ervaren. We danken u voor wie hij was. En we danken u voor wat hij voor ons heeft betekend. We danken u voor alle mooie en fijne herinneringen aan hem. Voor wie hij mocht zijn. Met alles wat hij was en had. Wij danken u. En nu geven we dit leven aan u terug. Uw eigen hand heeft hem gebouwd. Daar waar geen mens het ooit aanschouwt. Zijn aanvang was voor u een open boek. En nu heeft u zijn dagen geteld. En u heeft hem bij u genomen. En wij leggen het leven voor u neer. We geven het u terug, Heer. Het was voor u, Heer. Het is voor u geleefd. Want alles draait om uw naam. Tegelijk leggen we voor u neer al die momenten dat hij niet zorgvuldig, zachtmoedig, liefdevol, bescheiden of geduldig was. Voor al die momenten dat wij hem misten. We erkennen dat in ons leven de gebrokenheid, de breuken er doorheen komen. Maar wij noemen onze Heere Jezus. Was dat ook niet het geloof en de hoop van papa? We bidden u te zien op Jezus Christus en niet op hem. En in dat vertrouwen laten we hem gaan, omdat u zijn vertrouwen was. Slaat u uw vleugels van genade om de familie, vrienden en gemeente heen. Want we hebben u zo nodig, Heer. En laat ons zien met ons hart waarop wij al hopen, eens zullen we allemaal schoon voor Jezus staan en hem van gezicht tot gezicht blij begroeten. En dan geeft u ons overvloed van dagen. Geef, Heer, dat wij ons leven nu al helemaal uit handen geven aan u. Nu u ons op handen draagt. En we bidden voor hen die vreemd zijn aan die genade en hoop. En we bidden of ze mogen worden aangeraakt door uw liefde, hier en nu. We bidden voor iedereen die deze man, vader, opa, overgrootvader, vriend en broeder zo nabij waren. En die hem moeten missen. Voor de wonden die geslagen zijn, wilt u die zacht maken, Heer, en in het gemis bij ons zijn. Wees met de familie. Wees met allen uit de buurt die hem kenden. Vriendenkring en gemeente, iedereen die dicht om hem heen stond. Wilt u met uw warme hart bij ons zijn? Ook als we in onze generatie zoveel plekken zien komen die leeg zijn. Zegen ons, Heer. Geef dat als we zometeen zijn lichaam begraven in de aarde. Dat we mogen vertrouwen dat we slechts zijn lichaam zaaien. Maar dat hij zelf bij u is, aangekomen in eeuwig leven. En dat hij met zijn lichaam weer één zal worden op de dag dat onze Heer Jezus Christus terugkomt. Dat hij nu al bij u mag zijn en eens in het stralend licht voor zijn Heer mag verschijnen. Als de hemel vreugde geeft. Vreugde die geen einde heeft. En dat hij mag binnengaan in uw heerlijkheid vanwege de vergevende liefde van Christus. Die er ook voor Albert mocht zijn. Heer, sterk ons bij onze gang naar de begraafplaats waar we hem ter ruste willen leggen. Heer, alle lof, eer en glorie is voor uw naam. U die op de troon zit, tot in eeuwigheid. Amen. Laten we dat nu ook zingend zeggen en misschien kunnen we daarbij gaan staan. Glorie aan het Lam, wij gaan verder in het vertrouwen dat de Heer ons leiden zal.
Ik mag u zegenen in de naam van de Heer. Geef ons wijsheid om u te ontdekken. Verstand om u te begrijpen. Volharding om u te zoeken. Geduld om op u te wachten. Ogen om op u gericht te zijn. Een hart dat zich aandachtig op u richt en een leven dat u verkondigt door de kracht van de geest van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Ik geef het woord aan de begrafenisondernemer die nog wat met ons wil delen. U bent uiteraard, beste mensen, van harte welkom om mee te gaan naar de begraafplaats. Maar als u nu slecht ter been bent, om wat voor reden dan ook, denkt van nou, dat lukt mij niet of dat wil ik niet, dan mag u ook hier blijven, want na de begrafenis komen we weer terug. En dan drinken we koffie met het beloofde speculaasje en wellicht een broodje. Dus u mag hier blijven en dat zal voornamelijk buiten plaatsvinden. En stel, als u alleen maar naar de kerkdienst bent gekomen en niet mee naar de begraafplaats gaat, of, ook goed, dank dat u er dan nu was. Ik nodig mijn dragers van de familie uit om bij de kist plaats te nemen. En dan hoop ik dat u volgt en we zien elkaar dan zo op de begraafplaats. Dank u wel.